Hallo en super dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Vandaag gaan we in dit ongelooflijk drukke park al, 3100 mensen om precies te zijn, gaan wij vandaag weer lekker uitbreiden. Afgelopen aflevering hebben wij deze grendel geplaatst met een beetje als oliethema. Hebben we dit grote monster van een waterpark neergezet. En we hebben nog wat kleine aanpassingen gedaan aan het park. Het leek mij leuk om nu even te gaan kijken of er nog wat leuke grote coasters waren. Die ik ergens heb gedownload en dan vervolgens kan plaatsen. Zo niet, moeten we onderzoek gaan doen daarnaar en dan gaan we die later plaatsen. Volgens mij hebben we er nog niet heel veel, dus gaan we even onderzoeken. Dat gebeurt al, oké, dan kunnen we geen onderzoek doen. We hebben wel hele leuke andere dingen, zie ik. Ik zie bijvoorbeeld dat we Pirate Island hebben, een soort van boomboot, zoals ik eerder ook al een keer had vermeld. En zie ik dat nou goed? Is dat nou de soort van de vulkaan daar? Alleen dan met water? Ja, dat lijkt op de vulkaan die ik ergens anders in mijn park heb. Dat is namelijk dit ding. Dat lijkt het op. Alleen deze is met vuur. Dat is super leuk. Ja, dat is wel leuk om te zien. We hebben ook natuurlijk nog rides die we kunnen plaatsen. Want we hadden deze hele grote hammer swing. Heet die volgens mij. Kunnen we ook nog gaan plaatsen. En dat leek mij wel leuk om te gaan doen. Dit ding is redelijk huge. En misschien kunnen die hier plaatsen. Ik weet niet wat voor bordje dat is. Dat place here. Ik denk dat die zo hoort te staan. Ik ga hem... Boom! En hij staat. Ik ga deze even weghalen, die place here. Want dat hoort niet, dat gekke kleine ding. Hoppa. Het pad ga ik eerst eventjes verbreden. Waarom is dit pad zo dun? Ligt dat aan mij of is dat pad zo dun? Oh, ik heb mijn op 10 meter staan. Dat is ook niet echt fantastisch. Zo. Nu kan ik eindelijk even dit pad gaan verlengen. Top. We moeten nu wel de ingang en de uitgang gaan connecten. Volgens mij is dit ingang... Ja, dit is de ingang. Welk pad gaan we hiervoor gebruiken? Misschien gewoon deze stenen. Dat is denk ik wel prima. Nog even eentje door. Naar beneden. Ja. En hij staat. Gaan we deze eventjes verbinden aan het pad. En dan is de ingang in ieder geval gekoppeld. Dan moet ik alleen nog eventjes dit deel koppelen. Hopelijk lukt dat wel gewoon goed. Zo, ja, kijk, deze werkt al heel veel beter. Zo, die ziet er een stuk beter uit dan die andere. Maar dat geeft niet. We moeten hier wel weer security camera's, prullenbakken en bankjes neerzetten. Dus dat ga ik eventjes heel snel doen. Dat kost ons trouwens heel veel geld, deze attracties. Ik hoop dat deze echt goed werkt. Dat is het verkeerde bankje. En zo, dan staan die dingen ook. Ik ga deze dan opengooien. Jij heeft 100% scenery rating, dus dat vind ik prima. En dan zou hier weer aandacht op moeten komen. Het leek mij misschien een grappig idee. Ik zag dit eigenlijk als een leuk idee om deze twee delen te gaan verbinden. Door een heel dun pad, gewoon van 4, gewoon niet heel, heel dik, om hier te gaan verbinden. En dan moet ik deze eerst eventjes gaan uitbreiden. Dat moet wel even op 6. En dan misschien 5 meter in plaats van 4, maar zo. Dan nu met 5 meter omhoog gaan. 5. En dan hier zo er langs. Een heel pad te gaan maken om die er vervolgens achter mee te gaan verbinden. Ik weet niet of ik hier overheen kan. Volgens mij niet, want dat staat nog wel... Ja, nee, die moet ik dus iets eerder naar boven laten gaan. Laat ik dat even doen. Zo. En dan zouden we dus... Nu hebben we dus een pad... Die dit verbindt met dit gedeelte. Zonder dat ze er omheen moeten lopen. Of mensen dit ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Is een tweede. Maar het is er in ieder geval. Ik weet niet of ik hier ook dan. Dan zou ik dus hierachter zou ik nog wat meer. Aandacht erop moeten brengen. Volgens mij gaan deze mensen het pad gebruiken. Het zal ook eigenlijk me niet zo heel veel boeien. Ik kan het later zelfs weghalen als ik het niks vind. Maar het gaat er even om dat het gewoon werkt. Hoe loopt dit ding? Wat vinden ze hiervan? Hij kost niks. Wat? De frunk. Er staat ook niemand in de rij.
Niemand staat in deze rij. Gratis attractie en niemand neemt hem. Hallo? Mensen? Wolte. What the heck? Huh? Ik snap het gewoon niet. Er komen langzamerhand wat mensen aan, maar... Ja, we hebben hier op dit punt... Want kijk, nu zijn we dus... We hebben hier een grote attractie die gewoon er goed uitziet. Hier hebben we twee track rides. Hier heb ik een track ride. En hier zijn allemaal coasters. Dus het leek me leuk om hier een coaster te gaan plaatsen. Alleen het probleem is, ik heb geen leuke coasters. Dit is een unit van je welste. Waar sta ik? Hoe hoog? Wat moet er gebeuren? Plop, en hij staat. 83.000 down the drain. Ik heb nog maar 8.000 over. Ja. Ik ga eventjes de ingang plaatsen. Ik weet niet of ik jullie hier mee ga helpen. Ik denk het niet. Om heel eerlijk te zijn. Just saying. Dit gaat nog wel eventjes duren. Gok ik. En hij is weg. Ik heb dus dit hele park. Ik heb heel veel geld erdoor verloren. Ik ga hem er ook meteen uitgooien. Ik vond het, die coaster, de queue kan gewoon niet. De queue is gewoon te breed, te moeilijk, te dicht op elkaar. Waardoor ik hem niet kan maken. Helaas. Dat heeft mij heel veel tijd en, zoals jullie kunnen zien, ook aardig wat geld gekost. Zo'n 33.000. Ik snap niet waarom deze nog steeds niet goed loopt. Misschien moet ik daar een entertainer voor halen. Ik laat daar gewoon een entertainer, King Coaster, weet ik veel. Kom hier, King Coaster. En misschien dat er nu wel meer mensen komen. Ik weet het niet. Ik wil het heel graag. Mensen gebruiken dit pad ook vrij weinig. Kijk, er lopen wel wat mensen overheen. Dat is goed. Dat is handig. Dat zorgt ervoor dat ze snel heen en weer kunnen komen. Maar ik kan er niet zoveel, heel veel mee verder. De mensen zeggen, I'm thirsty, I'm hungry. Daar wilde ik wel wat voor gaan doen. Er is namelijk zoiets in je research... ik weet niet of ik dat al gedaan heb, maar ik wil heel graag een restaurant. Ik weet niet of ik dus al een restaurant heb, maar nee, die heb ik dus niet. Dat is jammer, maar het lijkt me wel heel leuk om een restaurant te gaan halen. Dus daar heb ik gewoon even wat research voor nodig. En dat duurt nog heel kort voordat in ieder geval A Jumping Giant Thrill dan af is. Ik wil echt heel graag hier wat hebben. En dan wordt het maar, weet ik veel, een hele simpele... Copperhead Strike. Let's go for that one. Ik weet niet hoe deze eruit ziet. Oh, die is niet heel groot. Nee, die valt echt heel mee. Die valt echt heel erg mee zelfs. Laat ik die dan neer gaan zetten. Op een mooie positie. Oh, hij moet wel... Zo. Madness is broken down. Hoe sta jij verder ervoor met je maintenance? Nou, weet je, de madness... Dat mag wel een keer. Je breekt niet heel veel af, maar... Oké, in ieder geval... connect entrance to path. Waar zit de entrance? Oh, hier. Weet je, het is een beetje houterig. Dit gaat goed. Nee, dit is helemaal goed. Nee, dit gaat goed. Dit is al meteen een goed begin. Dit is de uitgang. Oh, dit is de ingang. Oh, joh. Verrek. Nou, laat ik die dan gewoon eventjes naar beneden lopen... Recht, zo, en nog verder naar beneden laten lopen. Oh joh. Die had ik even niet aanzien komen. Kan hij hier onderdoor? Dat lijkt me heel gaaf. Zeg dat hij onderdoor kan. Ja, die kan hier gewoon onderdoor. Wat super gaaf. En dan ga ik toch nog, om het hier een beetje op te vullen, een leuke building plaatsen. Ik weet niet of ik dat al heb. Misschien zijn er nog leuke buildings die ik gewoon zo neer kan zetten. Zijn die er? Oké, misschien heb ik wel leuke andere scenery. Ik weet het niet. Ik ga even kijken. Ik zag wel wat in leuks in building, maar... Moet ik ook even naar kijken. Die stond volgens mij beneden een beetje. Ja, hier heb ik een of andere Star Wars troep. Maar die wil ik niet. Die wil ik niet hier hebben in ieder geval. Ik zag ook een grote robot. Ja, de Iron Giant. Nice. De Iron Giant. En dan nog wel eventjes wat boompjes neerzetten. Dat in ieder geval er wel een soort van goed uit gaat zien. Maar wat boompjes plaatsen. Hier en daar. Paté, boompie. En dan misschien wat bosjes. Dat ziet er dan wel prima uit. We hebben bosjes.
Zo, dat ziet er een oké uit. Hoe, hoe staat de queue ervoor? 100%, dat is goed. Je kan hem alvast gaan testen. Alleen, nu moet ik nog wel de uitgang plaatsen. En de uitgang... Als ik even naar... ik moet even naar binnen, dat ik even kan kijken hiernaar. Ja. Die is heel dik. Zo. Frick. Reliability is laag. Hopelijk gaat dit mij wel gewoon veel geld opleveren. Kom op, alsjeblieft. De prijs kan wel naar 24. Stiekem hoop ik dat dat wel gaat lukken. Kijk, nu komen eindelijk een beetje wat mensjes hierheen. Top. A thief has been cut. Sure. Hebben we nog wat andere belangrijke dingen? Nee. Niks kapot. Dat is goed. Want dit ding... maakt 290... Oh, verlies. Thief has been cut. Prima. Niemand gaat hier erin. Moet de prijs aanpassen? 455 in de min voor deze maand? Oh mijn god. Ik ga wel naar 12 zetten. Moet ik reclame maken voor de ding of zo? Kan dat? Sequence. Nee, ik heb gewoon... Misschien kan het wel even ergens anders. Waar kan dat? Oh, ik heb heel veel research. Kom ik zo meteen op. Marketing. Start marketing campaign. Wat? Late night talk show. Weet ik... Wat is dit? Lifetime guests. I'm not queuing that Er staat niet eens een queue. Weet je wat? Ben ik ook al heel snel klaar met dit ding. Hoppa. Weg ermee. Dan gaan we die niet eens proberen. Dan gaan we wel iets anders leuks hier neerzetten. Als dit niet werkt, dan wordt het niks. Dan heel simpel. Dan mag dat weg. En dan moet ik eventjes deze nog gaan verwijderen. Verwijder, verwijder en verwijder. A thief has been caught. Prima. Hoe doe jij het? I'm not queuing too long. This park is an entry. It's cheap. 30. Jullie gaan betalen. Misschien lijkt het mij handig nu om... Naast even de research zo meteen te doen... Hier eventjes een staff room te hebben. Dan kan staff hier ook eventjes chillen. Als ze dat willen. En die zet ik dan gewoon hier ertussen zo. Dan ziet niemand het echt heel goed. Maar... Dan wel zo'n heel goed pad. Zo, eentje, dat is even over het... En die volgens mij nu ook gewoon 100%, ja, 100% scenery. Act of vandalism, prima. Hoe staat het trouwens met... Ja, ik ga eerst even research doen. En dan ga ik zo meteen even naar mijn staf kijken. A canyon coaster. Ik heb de... Mouse hunt. En ik heb de... Forge Trail Ride. Dan ga ik nog wat meer op mijn coasters letten. Wooden Classic. Die. Gewoon drie coasters. Oh, nee. Doe maar even Reborn to Loop eruit. Ik moet eventjes restaurants. Dat moest ik doen. Duurt 30 dagen. Niet zo heel lang. Even kijken. Hoe staat het met mijn staff? Al staff. High workload voor de... Voor wie? Voor een schoonmaker, een entertainer en een vending? Die zijn low, dus die cancel elkaar uit. Ik ga toch nog even een extra mechanic inhuren. En dan zou het moeten werken. Zo, extra mechanic werkt prima. Heb ik nieuwe coasters? Misschien wel, misschien niet. Ik ga even kijken. Dat was niet de bedoeling. Blueprint. Mouse Maze hebben we. Hoe groot is die? Yo, die is heel klein. Dat is een beetje een opvullertje. Misschien kunnen we die hier plaatsen. Mouse Maze. Die is echt heel klein. Boom. En hij staat. Mouse Maze. Place exit. Ja, nee, die staat. Connect entrance to path. Omdat dit zo'n ongelooflijk klein pad is, ga ik hem eventjes wat verlengen. En dat doe ik op de volgende manier. Dit is echt de meest stomme manier die ik heb gezien van mezelf. En dan... Daar. En dan ga ik dat bankje even moven. Nee, helemaal goed dit. Oh nee, zo kan hij er wel aan. Prima. Mouse Maze. Gaan we niet veel aan verdienen? Misschien een klein beetje. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem even testen. Dan gaan we zo meteen even daarop terugkomen. We moeten even kijken. Restaurant is eindelijk klaar. Dat gaat... Restaurant Facility. Top! We kunnen nu eigenlijk eindelijk in shops en facilities naar leuke restaurantjes. We hebben de Westert. We hebben de Park.
Oké, misschien de western. Die ziet er wel leuk uit. En de western wil ik dan... Nou, ik wil die... Ik weet niet. Ik wil die... Laat ik er nog heel even mee wachten. En dan ga ik nu wel Reborn to Loop eventjes onderzoeken. We moeten gewoon heel veel onderzoek doen. Knal maar aan. Kan ik hem niet gewoon op sneller zetten? Nou, hij zal niet super duur zijn. 13 euro vind ik meer dan prima voor zo'n kleine coaster als dit. Het zorgt gewoon voor dat hier weer ook aandacht op zit. Het hele park heeft aandacht nodig. Madness has broken down, alweer. Dit is een redelijk lange rij voor een Copperhead. I don't have enough money to go on Copperhead. Was je kapot? Wacht. Waar zie ik dat? Last breakdown set 26th of March. Vorig jaar. Vorige maand. 2 maanden. Oké, nee, dat is goed. Oh, er gaan zoveel dingen kapot. Oh, dit is niet goed. Wild Blue Insanity. Wat? Oké, we moeten echt even gaan letten nu op ons geld. Want nu gaan er veel attractions kapot. Ik moet hier ook gewoon een ATM plaatsen. ATM. Waar ben je? ATM. Hier. Boom. ATM. Boom. Ga geld halen. Ga naar Copperhead Strike en betaal. Oh, dit is niet goed. Heel veel dieven worden eruit gegooid. Dat is prima. Lekker naar Copperhead Strike. Copperhead Strike, ik heb echt geld van je nodig, man. Hoeveel heb je de afgelopen maand? 4 kop. Zo hoort hij. Daar hou ik van. Argentum. 11 kop. Holy shit, daar houden we van. Kijk, zo kennen we jullie weer. Dat is goed. We hebben 72% voor deze. En we gaan lekker, we gaan lekker. Nog eventjes kijken of we nog wat nieuwe dingen hadden. Hey, Rebel. Ziet er grappig uit, ga ik niet doen. Whirlwind. Dat is een hele kleine. 4000 is die ook maar. Kijk, dit zijn nou dingen die daar waar ik zo zit van... Dat zijn coastertjes waarmee je kan opvullen. Coastertjes lopen over het algemeen goed. Mouse, gewoon 1000 euro winst. Er staan mensen in de rij. Prima. Daar doen we het voor. We doen niet moeilijk daarover. Hoe heeft onze Rio Bravo het gedaan? Die heeft 3000 winst gemaakt. 700 winst van Grendel in het midden. 2000 winst in Madness is ook een paar keer kapot gegaan. Ja, deze zijn kapot gegaan. Ik ben serieus, Boomboat is echt gewoon een hele goede aankoop. Boomboat is echt goed. En Steam. 4000. Zo hoort het. Want je kan ook kijken naar hoeveel ze in lifetime profits hebben gemaakt. En dat zie je hier. Ze hebben deze nog bijna 1 ton verdiend voor ons totaal. Nou, Copperhead Strike heeft min 11.000, want je betaalt ook de attractie. Daar moet je ook op letten. Nou, Steam heeft 70.000, Grendel 11.000, Insanity 35.000, deze heeft 9.000, Boomboat 30.000, Madness 60.000, Flight of the Dragon 9.000, deze 25.000. Ja, Mouse heeft dan prima gedaan. En dit is denk ik toch nog onze allerbeste aankoop dan, deze gek grote coaster. Die zijn bijna klaar. En dan hebben we misschien... We hadden toch nog een nieuwe ride? In ieder geval, daar staan nog geen nieuwe dingen tussen. Hier staan niet zoveel bijzondere dingen tussen. A thief has been caught. Helemaal prima. Oké, research. 2 nieuwe dingen. Classic Flight, dat is... Monster, Wooden Coaster. En we hebben Summit and Plumber. Hallo? Act of Vandalism. Ik ga daar zo even naar kijken. Indecent is het de coaster... Hoe is die al gemaakt? Ik heb niks gedaan. Oké, start research. Top. We moeten coasters blijven zoeken. We hebben coasters nodig. Wat de heck is dit? Die moet ik hebben. Die is zo nice. Die is zo ongelooflijk groot. Wat de heck? Nee joh, dit meen je. Ietsjes omhoog. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, die is echt goud. Die is echt heel mooi. Oké, dan kan ik deze eventjes gewoon weer met normaal steen. Deze. Kan ik dan gewoon weer verbinden aan een normaal pad. A thief has been caught for solving crime. Oké, Insanity is weer broken down. Daar ben ik ook niet heel blij van.
Misschien kan ik hier wel een klein beetje Star Wars gekke dingen eromheen bouwen. Ik gok dat deze het aardig goed gaan doen, dus ik wil een hele lange ingang maken. Dat ga ik dan ook gewoon doen. De menace has broken down. Dat gebeurt veel te veel. Ik moet echt even gaan kijken of ik hem misschien kan refurbishen. Want dit wordt mij nu echt een beetje te veel broken down dingetjes. Zo. Prima, dat staat. En dan hebben we eventjes building. Yes. Even kijken. Ja, maar explosie ziet er leuk uit. Oké, we hebben dus nu wel eventjes bomen nodig om dit mooi te maken. Dus ik ga eventjes hier de... Ja, gewoon een soort van natuur er weer van maken. Dat dat ook goed komt. Zo, een paar boompies. Bosjes. Deze gekke bosjes. Ik gok dat die wel 100%... ja, scenery, prima. Ik wil meegaan. Ik wil op een ritje. Ik wil op een ritje. Dit gaat gaaf worden. Dit gaat heel leuk worden. Ja, ga erin. Hop in, hop in. Oh mijn god. Dit is real time. En dit is niet doorgespoeld. Oh, je gaat naar achter. Zo, dit ziet er raar uit. Yo. Oh nee, daar gaan we. En go! Valt mee met hoe snel die is. Valt mee. Ik denk als je dat op een snellere manier doet, dat veel leuker gaat zijn. Maar in ieder geval tof dat ik hier gewoon weer een super tof attractie heb. Is nice. We hebben nog research. We hebben Reborn to Loop nog. De Dagon Coaster. Wat top, wat top. Volgens mij hebben we er geen blueprints van. Nee, niet die ik zie in ieder geval. Dit is nog Tornado die we nog hebben. Ook een kleine coaster. Maar is niet zo heel boeiend. Hopelijk gaat deze grote achtbaan pas perfect daar. Gaat ons ook nog veel geld opleveren. In ieder geval, hier laat ik het bij. Vond je dit een super toffe aflevering? Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer als je het niet hebt gedaan om niks te missen. En om niks te missen van dit super gave park. Wat steeds groter en groter wordt. Volgende aflevering maakt het alleen maar beter. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like, abonneer, doe een belletje aan om niks te missen. Ik weet, iedereen zegt het, maar het is wel belangrijk. En ik zie jullie de volgende aflevering met Planet Coaster. Iedere woensdag. Later. Doei doei!